Staatsbosbeheer kapt preventief bomen in Uiterwaarden. Uitspraak Hoge Raad in zaak dubbele cafémoord uitgesteld. En finalisten bekend voor Innovatie Awards. Dit is het RN7 Regio Nieuws van dinsdag 27 september. Een aantal uiterwaarden bij Nijmegen is volgens Rijkswaterstaat te dicht begroeid. En daarom start Staatsbosbeheer de komende 2 maanden met vegetatiebeheer. Dat is het verwijderen van struiken en bomen, omdat deze bij hoog water zouden kunnen zorgen voor opstuwing van het water. Het vegetatiebeheer wordt bij verschillende uiterwaarden in Gelderland uitgevoerd. Waaronder in Nijmegen bij de Stadswaard, Bisonbaai, Millingerwaard en hier bij de Oude Waal. Ja, we zijn verplicht om die struiken en bomen weg te halen, omdat die precies op een plek staan waar heel veel stroming is met extreem hoog water. Dus vandaar dat ze ook weg moeten. En het risico zou dus kunnen bestaan dat als het extreem hoog water is, en dat zijn dan waterstanden die we nog nooit hebben gehad, maar dat dat dan zoveel opstuwing zou geven, ja, dat hier boven stroomt, dus de dijk bij Ooi, ja, zou overstromen. Of we binnen de kortste keren te maken krijgen met een te hoge waterstand, valt moeilijk te voorspellen. Of dat komende winter gaat gebeuren, of volgend jaar, of het jaar daarna, geen idee, maar theoretisch gezien kan het ooit gebeuren. De laatste keer dat de boel overstroomde was in 1995. Toen was hier de Ooipolder ook geëvacueerd. Maar inmiddels is het rivierengebied helemaal ingericht op hogere waterstanden dan die we toe hadden. En die paar bomen die hier staan, die zouden denk ik niet heel veel doen. Maar we krijgen mogelijk dus ooit nog veel hoger water. En dan doen ze ja, mogelijk wel wat. Het vegetatiebeheer is al begonnen bij de uiterwaarden in Bemmel. Komende week wordt er gestart in Nijmegen. De uiterwaarden blijven tijdens de werkzaamheden gewoon toegankelijk voor publiek. Dinsdag zou de Hoge Raad in Den Haag uitspraak doen over een mogelijke herziening van de dubbele moord in een café in Nijmegen. Maar die beslissing is op het laatste moment uitgesteld. De uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, waarbij de Nijmegenaar Bjorn D. werd veroordeeld, kan niet in stand blijven. De zaak zou opnieuw moeten worden behandeld door het hof. Een nieuwe datum wordt snel bekendgemaakt. De gemeente Nijmegen heeft de finalisten bekendgemaakt van de Innovatie Awards 2022. De bedrijven zijn Gelukkige Groentes, Verkoffins, Treasure Taarten, Stadsboom, Museum en Origami. Ieder jaar worden 2 bedrijven gekozen die elk 5000 euro krijgen om in hun onderneming te investeren. Ook is er een publieksprijs van 2500 euro. Op 4 oktober worden de prijzen uitgereikt. Het internationale wetenschapsfestival In Science wordt vanaf komend jaar niet meer in het najaar, maar in het voorjaar georganiseerd. Het festival bestaat inmiddels 7 jaar en trekt jaarlijks zo'n 10.000 bezoekers naar Nijmegen. Mede door haar groei, maar ook door de coronacrisis, heeft de organisatie haar aanpak herzien en besloten het festival naar het voorjaar te verplaatsen. Om de tussenliggende tijd te overbruggen, wordt er op 4 en 5 november eenmalig een speciaal programma gepresenteerd. Ze zijn waarschijnlijk de bekendste familie van Nijmegen, de middeleeuwse gebroeders van Limburg. In een vroegere huis aan de Burgstraat, dat nu een museum is rondom het drietal, wordt zondag een nieuwe tentoonstelling geopend met bijzondere reproducties. Vanaf oktober hebben wij de expositie In Eindeloze Reproductie. En dat gaat over dat wij die gebroeders van Limburg, het werk van die gebroeders van Limburg, eigenlijk bijna niet meer in het echt kunnen zien, maar bijna alleen maar dankzij reproducties. En het is, als je erop gaat letten, oneindig veel gereproduceerd. De gebroeders van Limburg zijn te beschouwen als de eerste schilders die wij in Nederland van naam en werk kennen. Het is pas zo'n 150 jaar geleden dat hun werk voor het eerst weer opdook in allerlei privébibliotheken van hele rijke adellijke families in Frankrijk. Toen is het in een paar musea beland en het is nog steeds heel moeilijk om het echte werk te zien te krijgen, want het zit opgesloten in een paar verborgen boeken. Het museum bevindt zich in de woning waar de familie van Limburg heeft gewoond en het vak geleerd heeft. Ook bleek daar een kelder bij te horen, waar ze rond het jaar 1400 hun atelier hadden. Hier ben je in de middeleeuwen, hier ben je 650 jaar terug in de tijd. En het idee dat die gebroeders hier samen met hun leermeester en oom Johan Maal al hebben rondgelopen, is natuurlijk toch een fascinerend idee.
Ja, het moest niet veel gekker worden. Dus vanaf dat moment dacht ik, we moeten hier eens een museumpje beginnen. Volgens Peter van der Heijden blijft het voor iedereen interessant. Wij proberen dat verhaal van die gebroeders van Limburg steeds opnieuw te vertellen. Dus wij proberen ook met nieuwe exposities steeds nieuwe invalshoeken te belichten. Dus ik denk dat voor iedereen die hier al eens een keer geweest is, toch altijd weer de moeite waard is om ook nog eens terug te komen. Wat was het weer een natte en grijze dag vandaag. De herfst is overduidelijk het land binnengetrokken en zal ook de rest van de week nog wel blijven. Toch wordt het langzaamaan iets minder nat. Morgen is er wat meer afwisseling in het weerbeeld dan vandaag. Er zullen de nodige buien vallen, maar tussendoor is er ook plek voor wat zon. De meeste buien vallen in het kustgebied, waar ook de meeste wind staat. Want in maart is de buienintensiteit wat lager en is er minder wind. En als we kijken naar onze regio, valt het weerbeeld morgen dus best mee. Een enkele bui is niet uitgesloten, maar er is ook genoeg ruimte voor de zon. De temperatuur komt bij ons uit op een prima 14 graden. De dagen erna wordt het weer in eerste instantie nog wat beter. Met nog minder buien op de donderdag en een bijna droge vrijdag. Op zaterdag zijn we vervolgens weer terug bij af. Deze dag zal voornamelijk regenachtig verlopen. Wel wordt het wat minder koud dan vandaag. De temperatuur stijgt langzaamaan door naar uiteindelijk 17 graden in het weekend. Tot zover het RN7 regio nieuws van vandaag. Zometeen kun je kijken naar een nieuwe aflevering van De Streek in, waarin we een bezoek brengen aan het middeleeuws festijn in Herne. Het laatste nieuws vind je op onze website en in onze app. En wij zijn er morgen weer met een nieuwe uitzending. Graag tot dan!